Hallo dames en heren, dit is lang geleden, een DC special. Jullie moeten het alleen maar doen met de Disneycraft afleveringen, maar dit is gewoon weer leuk om een Disneycraft special, gewoon een beetje zo'n update video is dat. Meestal doen we in de Disneycraft afleveringen, gaan we lekker bouwen met het team, maar meestal zijn de special afleveringen die hebben te maken met iets bijzonders of een nieuwe attractie. En laat ik nu bij een nieuwe attractie staan. En het was zo grappig. Wij dachten dat deze Ariel-attractie, met deze prachtige ingang verzorgd door Jens, dat dit een loopattractie ging worden. En dat ik eigenlijk dacht bij mezelf, waarom maken wij hier geen karretjesattractie van? Gewoon weer een complete nieuwe dark ride. En dat is toen gelijk eigenlijk heel snel besloten. En iedereen was ervoor en was ermee eens van ja, we doen dit gewoon. En vandaar dat we nu bezig zijn met Jens en Irma. Met z'n drietjes zijn we eigenlijk dit project gestart om hier dus een attractie van te maken. Het wordt heel bijzonder, het wordt gaaf, het wordt groot. En ik laat nu al een stukje van de baan zien. Normaal doen we dit niet zo vaak, maar het is een special. Dus ik wil het nog wel even overwegen om te doen. En zoals je ziet is het nog helemaal in bouwfase. Maar dit is wel een idee. De layout kan nog veranderd worden. Dat is ook nog maar grof geschetst. Maar het wordt echt een hele leuke, bijzondere dark ride. En met bijzonder zeg ik dat we weer wat unieks gaan doen aan deze dark ride. Het wordt niet zo dat mensen gewoon random instappen en ze stappen uit en het is klaar. Er zal nog wat meer dingen omheen komen, maar daar mag ik nog helemaal niks over zeggen. Helaas. Wat ik wel kan laten zien is dus een gedeelte van de attractie die jullie niet hebben gezien. En ik kan natuurlijk laten zien, hallo Dennis, dat hij... Dennis gaat even een proefje doen in de wachtrij. Dennis, hoe moeten wij in een wachtrij lopen? Laten zien. Nee, niet via die kant. Nee, we lopen via deze kant. En zoals je ziet hebben wij ook... Kijk, nee, niet daar. Deze kant. Nou, hij begrijpt het niet. Kijk, hier kan je natuurlijk door... hier kan je ook naartoe, maar dit is afgesloten. Dennis, kom... Nee, daar kan je niet heen. Dat is afgesloten. We moeten het via hier doen. Je begrijpt er niks van, Dennis. Misschien weet je met iCook het. iCook? Bacon, snap jij het? Nee, dat... Ja. Oh, kijk. Ja, hij snapt het. Kijk, gelukkig. Ik ben er heel blij om. En zoals je ziet hebben wij dit allemaal bespaard voor jullie. En alleen wanneer het heel druk is. En wij moeten... Ja, maar gewoon bij drukte doen we dit openen. En dan kunnen de mensen netjes hier staan wachten op de karretjes. Dat maakt niet uit of je hier staat of hier staat. Je komt sowieso wel aan de beurt. Dus wees daar niet bang op. En dan ga je met een karretje, met een treintje ga je dan door dit prachtige gebied, thema Ariel, de kleine zeemermin. Oftewel de Sea Mermaid, om het zo te noemen in het Engels. En dit is dus het gebouw. Het is heel groot, maar ook weer niet heel groot. Je zou zeggen, hoe past hier een dark ride in? Dat hebben we vaker gedaan. Maar het is... dat we ook heel veel onder de grond bouwen. En dat is het voordeel van onder de grond bouwen. Kijk maar naar de Donutmijn. Nou, die kennen we allemaal wel. Dat is een... ik denk dat die wel de kleinste ingang heeft boven de grond. En dat die attractie volledig is uitgegraven. Het was eigenlijk een heel groot blok. Misschien weten jullie het nog wel. Ik heb er ooit een video over gemaakt. Een groot blok. Dat hadden we World Edit voor gebruikt. En dat hebben we weggehaald. En toen is daar een attractie door ontstaan. En natuurlijk wordt er ook een systeem voor gemaakt voor jullie. Pieter gaat daarmee aan de slag, toch Pieter? Ja. Jij gaat... en ja, Pieter zei wel van maak even een sign erop van welke kant ze opgaan. Dus dit is de uitgang. Dus ik zou je zeggen uitgang, uitrangeren. Hoe de Belgen het zeggen, niet arrangeren. Arrangeren. Dat is raar, want Belgen zijn toch ook een soort van Frans... Een petit peu, een klein beetje. Dus vandaar dat ik dacht van nou, dat is wel nou goed. En dat is dan de ingang in stapperon. En Jens is ook lekker bezig hier zo. Hé Jenske? Uh-huh. En ja, Dennis, snap jij nu een beetje hoe je moet lopen? Want net had je een beetje problemen met door de ingang lopen. Ja, ik was verdwaald. Oh, dat maakt niet uit. Nee, dat geeft niet. Heel veel bochten. Ja, hier is heel veel bochten, ja. Ja, hier inderdaad, hier is de ingang. Hier loop je zo doorheen. En dan is dit de uitgang. Dit is de uitgang van de attractie. Maar we hebben nog niet echt een duidelijke ingang. Maar dat zal waarschijnlijk in de midden gebeuren. Dus die poortjes, die hekjes hier, die vensters gaan allemaal open. En dan zijn mensen, die kunnen dan gewoon lekker hier naartoe. Dit is dan een ingang voor een loopattractie. Gedeelte loopattractie. En links is de rit. Dus dat is leuk om te weten. Dat heb ik nu zomaar verzonnen, maar dat had ik wel een soort van in gedachten. Dus jullie kunnen kiezen, willen jullie de loopattractie doen? Of willen jullie, als een VIP er niet is om hem te besturen, of eventueel medewerker, dan kunnen wij door de loopattractie via deze ingang. Ik hoop dat jullie een beetje wat gehad hebben aan deze leerzame korte video. Dat zijn altijd de DC specials.
En dan bedank ik sowieso iedereen om voor klein meespelen. Jens gaat verder, wij gaan ook verder. En dan hopen we het snel te zien in de server via het ipplay.disneycraft.nl. Tot de volgende keer. Doei doeg. Diep in de zee.